Een goeiedag allemaal. Dit wordt een bijzondere week, want de carnaval is begonnen hier in Suijen. Bij ons in de stad is dat eigenlijk al volop aan de gang. En als je echt gezellig carnaval wilt vieren, dan moet er eigenlijk nauw komen, net voordat een echte carnaval aan de gang is. Want dan zijn het nog allemaal de mensen hier uit de buurt en uit de streek. En straks, als de echte carnaval is volgende week, dan zie je ze komen van boven de rivieren en overal vandaan. En dan is het toch allemaal een beetje anders dan naar het nauw is. Maar wat het mooiste is met die carnaval is dat dan de boeren zo in de spotlicht komen. Want wij hebben hier in onze plaats, dat is Bergen op Zoom en omstreken, daar zijn het allemaal boeren ineens. De gewone burger, de burgemeester en de wethouder en weet ik wat ze allemaal zijn, dat worden ineens allemaal boeren. De grootste boer, de kleinste boer, de dichtste boer, de dunste boer, de vrolijkste boer. Ze trekken een boerenkiel aan, dat is dan zo'n blauw kieltje. En dan doen ze een zakdoek rond hun nek, een rode natuurlijk, dat kunnen begrijpen. En ze kopen zo'n blauw petje. Je ziet er eigenlijk in het dagelijks leven geen ene boer mee lopen. Maar met de carnaval, dan moeten ze zo'n petje op hebben. En dan is het één grote gemeenschap hier. En dan zie je, als je in een café komt, zie je allemaal boeren. En wat ze er dan nog bij omdoen, dat is niet alleen een rode zakdoek, maar ze doen ook nog dikwijls tijd een oud wit gordijn rond hun nek. Of rond haar hals. En dat is één bonte menigte van blauw, rood, wit en een zwart blauw petje. Het is wonderlijk dat ze dan allemaal boer willen zijn, hè? Want in het normale leven, dan moeten ze er niet voor hebben natuurlijk, want dan vinden ze een boer toch eigenlijk maar ja, taart werken, te weinig verdienen, stinken, weet ik wat ze allemaal er nog niet van zeggen. Wat ze ook allemaal beweren, maar ze kunnen natuurlijk ook allemaal geen boer zijn, want ja, daar is geen grond voor en dat weten we ook wel. Maar met de carnaval, dan kan iedereen zijn hart uitleven en dan kan die boer zijn. Nou, dan moeten we daar nou blij mee zijn als boeren? Ja, waarom ook niet, hè? Laat die mensen ook eens genieten van het leven zoals wij dat dan iedere dag hebben. Wij zijn elke dag boeren en wij weten wat dat is. En wij genieten daar eigenlijk niet elke dag meer van. Omdat we, ja, alles wat je elke dag krijgt, daar kun je niet meer zo van genieten. Maar goed, we hebben het gezellig. En vroeger deden we daar ook nog volop aan mee. En dan bouwden we een mooie praalwagen en dan gingen we dan weer door het dorp rijden met een heleboel andere wagens. Ik mocht dan altijd met de trekker de praalwagen trekken, bijvoorbeeld die van onze buurt. En hadden we nog zo'n oud trekkertje, dan moesten we dan starten op benzine. En als die dan warm genoeg was, dan konden we overschakelen op pieterolie. En we moeten zorgen dat die aan de gang blijft, want er gebeurde wel eens dat dan wie dan meestal een oud trekkertje voor genomen, dat het halverwege de optocht stil viel. Nou, dan hadden we een hoop gesodemieten natuurlijk, want dan liep heel de zaak vast. En na afloop van de optocht, daar gingen we, zetten we alles op een groot plein en dan gingen we met z'n allen de kroeg in. Ja, dat kun je begrijpen. En onderweg namen we ook al eens een pintje, dat werd er toch wel flink ingenomen. Maar zodanig dat je toch eigenlijk niet helemaal als het dweilen over straat ging. Alhoewel, dweilen, dat doen ze hier bij ons heel veel, maar dat betekent dat ze met z'n allen over straat lopen. En ja, achter de muziek aan en dat noemen we dan dweilen. Maar niemand is dan eigenlijk in het dweilen, want over een dweil, ja, dat is toch weer een ander begrip. Ja, ik weet wel, ik kwam een keer thuis, laat in de nacht. Vliegslokje op natuurlijk. En ik kom aan de deur. En mijn vader en moeder die waren ook naar carnaval geweest. En die hadden de deur op slot gedaan. En vergeten de sleutel weg te leggen. En die sliepen zo vast. Die horen me niet meer. En ik stond daar. En ik denk, ja, wat ga ik nou doen? Dus koud. Want het waren natuurlijk ook ergens natuurlijk weer in februari. Toen ben ik naar de koeistal gegaan. En we hadden daar nog een groepstal. En daar hadden we nog een koeien staan. Daar waren er één. Dat was de tamste. En de maxte. Dat was eigenlijk mijn lievelingskoei. En die laag in lekker op de gemakje wat te herkouwen en toen ben ik dat tegenaan gaan liggen. Lekker warm en ben ik slaapgevallen, dat kun je begrijpen, want ja, met zoveel feest gedruis in mijn kop. En s'morgens komt mijn vader de koeistal in en hij kijkt en hij schrikt zich kapot. Hij ziet mij dan liggen met mijn petje op en mijn boerenkiel tegen die koeien aan. En dat beestje, jongen, dat moet ik nog altijd prijzen. Hij is al lang en breed naar de slager gegaan, maar die is netjes blijven liggen. Die is niet opgestaan, heel de nacht niet, totdat mijn vader binnenkwam en me wakker mocht. En toen stond hij pas op, want je moet er niet aan denken wat er was gebeurd. Met een half beschonken hoofd liggen daar onder die koeienpoten, maar niks aan de weg. Dus met dat boerenkieltje aan, mijn vader zei, gelijk aan de s'avonds een grote jongen zei, dat is morgen zo, hup, we gaan melken. Dus hup, dan melken. En ja, toen daarna, dat boerenkieltje uit een ander kieltje aan om gewoon het werk te doen. En half de middag, hup, de boerenkieltje weer aan en weer opnieuw naar de carnaval.
tot dag uiteindelijk die hele feest voorbij was. Jongens, dat is toch eigenlijk wel een prachtig gebeuren dat dat zo kan, een paar dagen in het jaar. En je moet niet denken dat dat een rotzooi is, nee, dat is een heel gezellig feest met allerlei creativiteit. En het is toch mooi dat wij boeren daar zo'n belangrijke rol bij spelen. Ook al weten we het zelf niet, beseffen we het niet, maar ik hoop dat het nog heel lang zo blijft. En dat is de traditie die er is. Men houdt dat vast en ik hoop dat ze dat nog heel lang doen. En ze hebben mijn steun en ik zal altijd ook graag meedoen. En ik zou zeggen, iedereen die eigenlijk benieuwd is hoe dat nou in zijn werk gaat, dan zou ik zeggen, kom dus kijken in Bergen-op-Zoom. Dat noemen ze het krabbengat, omdat Bergen-op-Zoom ook vroeger direct aan de Oosterschelde lag. En dan kwamen er nogal wat krabben eruit. En krabben lopen een beetje schuin. Nou, en dat zijn dan schuinsmarcheerders. Maar je moet niet denken dat het allemaal schuin toegaat, want als je dat denkt, dan zijn het op het verkeerde adres. Carnaval, plezierig gevierd en netjes gevierd, echt op zijn boers. En boeren, dat weet je, dat zijn nette mensen. Ze kunnen veel leuk maken, maar ze weten altijd wat ze doen. Ik zou zeggen, van harte welkom en we spreken elkaar nog na de carnaval. Het zal een beetje eerst zijn, want van gezien er nogal wat bij natuurlijk, maar maakt niet uit. Ik zou zeggen, beste mensen, als je maar leuk hebt, en tot volgende keer. Au.